In 2015 heb ik samen met mijn vriendin Sophie een bestaande bakkerij overgenomen in het centrum van Elsene. Een jaar later hebben we dan de winkel verbouwd en het jaar daarna het atelier. En nu is eigenlijk die bakkerij volledig zoals wij het in gedachten hadden. Mijn Peter die heeft een bakkerij aan de kust. Ik ging daar vaak op bezoek. En daar zag ik hoe dat alles in zijn werk ging. En ik vond dat zeer fascinerend. En ik ben daar dan ook verschillende keren gaan werken als jonge gast in de zomers. En daar heb ik eigenlijk echt de microben te pakken gekregen. En het was eigenlijk tijdens mijn studies politieke wetenschappen en rechten dat ik mij echt realiseerde dat dat mijn droom was. Alleen mijn passie. En daar ben ik dan ook voor gegaan. We zijn gespecialiseerd in zuurdesembrood. Dat is brood dat op een natuurlijke wijze fermenteert gedurende 12 à 24 uur. Daardoor is het niet alleen smaakvoller en gezonder, maar ook beter verteerbaar en lekkerder. Ons favoriete desembrood is de pain campagnard. Als startende ondernemer zit je natuurlijk met een heel pak vragen over financiering en businessplan. We zijn dan bij verschillende banken te raden gegaan. Bij ING waren ze in het begin redelijk kritisch en stelden ze veel vragen, waardoor wij ook concreter gingen kijken naar ons businessplan. Maar we kregen direct een zeer goed voorstel en een zeer concreet voorstel en we voelden echt vertrouwen. En we zijn dan eigenlijk direct met ING in zee gegaan. Ik vind ervaring zeer belangrijk. Je moet weten wat je doet via eerdere werkervaringen of stages. Want er is natuurlijk nog een verschil tussen bakken voor je plezier en als beroep. Want dan moet je er elke dag staan.